beetje voorzichtig, ezel. Ik ben toch de zebra, jij bent toch de ezel? Allee, kom. Zeg, je moet toch niet op mijn vingers zitten kijken, hè? Cindy, heb je dat ook gehoord? De Ford, ze biedt er nog betrapt. Penny! Bingo! Zou dat wel genoeg explosieven zijn? Meer dan genoeg. Ik ga nog alle patat geven. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allee? Zie toch geld hier liggen. Penny! Yes, yes, yes. Het is hier. Penny! Lokale politie, goeiedag. Ik ben Tom de Costa, de pastoor. Ah, meneer pastoor, waarmee kunnen we helpen? Ik kan nu niet luid spreken, maar ik zit hier in de kerkstraat en ze zijn hier een kraak aan het doen. Zo'n poef, ploef. Een plofkraak? Ja, een ezel en een zebra. Meneer pastoor, bent u zeker dat u goed wakker bent? Nee, maar het is echt serieus. Ze zijn gemaskerd. Ze staan hier bij de geldautomaat. Zijn ze gewapend? Ja, dat weet ik niet. Maar ik heb bescherming. Meneer pastoor, blijf waar u bent en doe niets. Ja, oké. Stuur onmiddellijk een ploeg. Tot zo. Ja, oké. Cindy, onze banden staan plat. Wat? Ja, hoe kan dat nu? Fuck. Er is ingereden. Kom, daar. Meneer pastoor. Ja, goeiedag. Ja. Ze zijn in die richting gelopen. Ze zijn te voet? Ja. Ik heb twee van hun autobanden platgezet. Okay. Een zebra en een ezel. Dispatch hier, Charlie 710, over. Dispatch luistert, over. Wij komen juist van de bank waar die plofkraak gebeurd is. En we hebben de achtervolging ingezet op de daders. Maar er is nu niemand meer op de plaats van het misdrijf, dus ik zou daar onmiddellijk versterking naartoe sturen. Dan kunnen ze daar alles afzetten. Over. Oké, dat is goed begrepen. Wij doen nodig en uit. Hé, daar in een auto. Misschien kunnen we die carjacken. Nee, ik vertrouw het niet. Stel dat die flikken terugkomen. Maar Cindy, we moeten hier wel zo snel mogelijk weg, hè? Nee, we moeten eerst dat geld verstoppen. Kom. Zoetje, wat nu? De struiken. Daar. Kom. Hier. Benny. Wat? Ja. In de put? Ja. Niemand gaat dat hier vinden. En wij zijn niet meer verdacht. Kom. Ja. Ze hebben ons gevonden, hè. Die zijn hier niet voor ons. Die zijn hier voor dat circus te begeleiden. Circus? Tof. Ja,
Heren. Ik denk volgens het plan dat het circus hier moet worden opgesteld. Ja, moet het zo houden. Die kant op, hè? Ja. Nou, maar ziet. Die nummerplaat is een valse, dat zie je zo, hè. Die man, dat zijn geen alles, hè? Nee, dat zijn slimme mannen. En de Barry had er ook niet veel goed tegen op zo'n zondagmorgen. Ja, en mijn voorbereiding van de vroege zondagsmis is ook al omzeep. De mensen zullen al aan de kerk staan te wachten. Het zullen er ook maar even wachten. Voilà. Meneer pastoor, vertel ik je, wat is hier gebeurd? Wel, ik kwam hier gewoon voorbij gewandeld en ik zag twee dieven hier springstof aan die geldautomaat bevestigen. Ja, voor zo'n poef. Een plofkraak. Ja. Ja, zodat de verfbommen wegvallen. Ja, verfbommen? Wel, in elke bankautomaat zitten verfbommen. Dus als mensen inbreken, ontploffen die verfbommen en het geld hangt dan vol verf, waardoor dat zijn waarde verliest. Allee. Maar door de druk van de explosie val je naar achter en kun je het geld meepakken. Ah, oké. Ja, wow, bijna al dat geld is weg. Het kan goed zijn met die kracht van die explosie dat ook alle sporen zijn uitgewist. Hè. Anders moet ik hem even in auto sturen, Lotteke. Doe dat. Kom, Barrieke. Wachten, hè. Wachten. Ja, erin, zoeken ze. Ja, dat is lief. Zoeken ze, jongen. Kom hier, manneke. Goed. Lotte gaat alleen de kledingstuk in. Ja, flinke man. Oké, kom parken. Nee, de sporen, Lotte. Ja. Kom in, man. Sluit de gellen af zodat alle sporen gevrijwaard blijven? Ja, is goed. Het zijn een zebra en een ezel. Kom, jongen. Nee, dat meende niet, hè. Die zijn toch gewoon in circus aan het bouwen? Bovenop ons geld, hè. Drie dubbele ezel. Schildere mannen? Ja, wacht, Maria heeft de spoor gevonden. Shit, een hond. Tine is op het spoor. Hij komt. Ja, maar, wat zijn jullie aan het doen? Er is een plofkraak gebeurd hier vlakbij. Die hadden misschien de daders zien passeren. Meneer pastoor, die zei iets van een ezel en... Ja, een zebra. Nou wat? Ja. Ja, nee, ja. We zijn hier ook maar juist toegekomen en dat veld was leeg. Oké, okay, kom, Lotteke, we gaan de Maria de spoor, dan loopt hieronder dat zeil, denk ik, dat die is terug. Kom. Maria. Dat is Lotteke? Ja? Jij hebt de sporen gevonden. Sporen gevonden? Ja. Kom, zeg jij mee? Ja. Hé, hey, zie. Nog tot eind deze maand. Dan kunnen we nog met onze dieren komen zien. Dat is wel nog 4 weken, hè? Oh, dat zal geen waar zijn. Die moeten hier zo rap mogelijk weg. Daar, de auto. Die pakken we, Benny. Kom! Zo, mevrouw. Zou je even naastappen? Het is voor het milieu. Wist u dat de bedreigde boomkikker hier deze baan oversteekt? Wat doe jij nu? Anders ging die wel de flikken bellen, hè? Nee, Benny, kom! Kom aan, man. Blijven werken, hè. Blijven werken, hè. Koen? Ja? Daar ligt iemand. Mevrouw, ça va? Kun je recht komen? Oké. Ça va, mij? Wat is er gebeurd? Die zijn weg met mijn auto. En wie is er weg met mijn auto? Hebben de daders kunnen zien? Ja, dat was een zebra en... Ja, nog niet met langhoorn ook zeker? Ja, een ezel. Ik ga een ambulance voor u oproepen. Alpha 110 voor dispatch. Dispatch, laat het over. En vanochtend hadden we die plofkraak. Maakt u zich geen zorgen, burgemeester. Mijn team is ermee bezig. Een plofkraak? Goeiedag, mag ik mij even voorstellen. Ik ben de directeur van het circus. Aangenaam. Mevrouw de burgemeester, commissaris. En bedankt dat u ons weer hebt uitgenodigd. Graag gedaan. We kijken er naar uit. Sorry dat we wat later zijn, maar we hadden weer last van een koppige kameel.
Ik vond het vorig jaar geweldig. Ik hoop dat het dit jaar even spectaculair zal zijn. We hebben speciaal voor u de acts aangepast aan de kinderen. Oh, dat hoor ik graag. Mag ik u even voorstellen aan de... Dat is van waar dat we komen. Je moet hier een spoor gevonden hebben. Hè. Chef, we moeten hier een perimeter instellen. Hè. Leuk, hè? Wat lachen weer. Hè. Ja, speciaal. Wat? We komen van niet. Ja, die hebben een spoor gevonden. We gaan dat hier niet afsluiten. De burgemeester is hier. Chef, die is aan de neus liggen. Die werd hier zot zitten en bezig. Goed, dat kan wel zijn, maar de gemeente betaalt dit circus. Chef. Je gaat een boel hier niet stillen. We gaan dat niet afbreken. Dat gaat niet. De burgemeester. Alles in orde toch, commissaris? Nee. Ja, burgemeester. Ga Erik en Brigitte helpen. Alsjeblieft. Allee, mannetjes, kom aan, alsjeblieft. Kom, Barry, we mogen hier niet werken. Wat scheelt er? Niks speciaal, burgemeester, maar een beetje zenuwachtig door die plofkraak deze morgen. Mensen, een beetje afstand houden, alsjeblieft. Ja. Zullen we hier serieus krachtige explosieven gebruiken? Ja, en als we dit naar het labo brengen, dan weten we ook welke explosieven. Yes. Voilà. Floor, ja. Kunnen jullie die auto verder doorzoeken, alsjeblieft? Ja. Super. Pas op hier. Hè. Ja, ik heb het al gezien. Zie maar, heb jij die voetafdruk daar gezien? Ja. En ik had ook gezien... daar hangt een camera. Bon, kunnen wij hier nog iets doen? Slechte been uit bed gestapt, of wat? Nee, want die man dat wel bekan, hè. Maar die hebben een auto gecarjacked en zijn dan mee weggereden. Ja, Robin en Tom zijn de rechter, maar wij moesten van de chef naar hier komen. Ja, en terwijl bij dat circus een spoor aan. Ik ben er 1000% zeker van. Zeg, ik heb iets gevonden. Wat is dat? Wat is dat? Het is precies een telefoonnummer. Ja, heel vaag. Maar ik kan het niet zo goed lezen, zo die laatste 2-3 cijfers. Zeg je een 8? Ik zie. Dat is een 9. Nou, is die kant. Volgens mij is dat een 6-5-4-6 of 5-7-6. Nee, dat is een 8 volgens mij. Of een 8? Dan proberen we dat al twee keer uit, hè? Chef, ik blijf dat zeggen. Gaat de Barry zijn gangen moeten laten gaan bij dat circus. Daar is het louche. Beginnen daar nu weer over? Laat dat circus gerust. Bon, mannetjes, wat dat die plofkraak betreft... Ja, maar dat is hem juist. Dat had ermee te maken. Koen. Bon, mannetjes, zoals dat je weet, ben ik druk bezig op vraag van de burgemeester met de logistiek van het circus en het bijhorend parkeerplan. Dat is prioriteit, dan. Bon, de plofkraak. Ik heb die zaak overgedragen aan de recherche. Erik en Brigitte zijn dus nu in charge. Ja, dat is Engels. Ze zijn de camerabeelden van de bank aan het bekijken. Patrick en Obi, jullie gaan patrouilleren in de buurt van de bank en geprobeerd zoveel mogelijk getuigenissen te verzamelen. Ja, Femke en Floor zijn spijtig genoeg het spoor van die gecarjackte auto kwijtgeraakt. Ja, dat signalement is doorgegeven, maar voorlopig is daar nog wel niks van teruggekomen. Ja, de kans is groot dat die auto ergens is achtergelaten. Hè? Ja, die auto is iets voor jullie. Lotte en Koen, hoe zit dat met dat telefoonnummer? Ida, dat is een kopieke en het origineel is dat labo van vingerafdruk. Ja, we zijn er alleen nog niet uit of dat nu een 6 of een 9 is, dat laatste getal. Of een 8. Ja, dat is een 8. Hè. Ja. Oeh, jij werd zeker dat dat een 9 was. Ja, mannetjes, controleer ze dan alle drie. Oké, okay? Allee. En ik blijf erbij, chef. We moeten naar dat circus. Cool. Zit daar eens. Oh, clowns, grappig. Ik heb het niet voor clowns.
Ik haat clowns. Robby, wie haalt er nu clowns? Dat is waarschijnlijk geen clown voor het circus, hè? Ja, meneer de clown, mijn collega heeft een beetje schrik van u. Schrik? Ook heb ik helemaal geen schrik. Moet eens aan zijn bloemen ruiken, denk ik. Ja, ja. Oei! Patrick, dat is smaad aan de politie, hè. Kom, we steken die poliasjes in de bak, ja. Rustig, rustig, Robby. Zeg, we gaan dat circus niet op stelte zetten. Je weet wat de commissaris gezegd heeft, hè. Kom, joh. Moet je een zakdoek kennen? 32 was dat. 48. Ah, hier is het. Dat is 48 dan. Ja. Dispatch, wij komen nu bij het huis van het telefoonnummer met de mogelijke 8. Dat is de Flemingstraat 48. En hier woont een zekere Poncelet. Wij gaan aanbellen. Over. Goeiedag, meneer Poncelet. Goeiedag, dat ben ik, ja. Lokale politie, wij zijn bezig met een onderzoek. Ah, oké. Okay. En kan ik u ergens mee helpen? Ja, dus gewoon eigenlijk, we hadden in onderzoek zo wat vraagjes. Waar waren jij gisteren tussen 6 en 9? Allee, 's morgens dan, hè. Is er een probleem? Nee, dus gewoon voor onze informatie, gewoon. Ja, het zit eigenlijk zo. Ik ben pas vandaag voorwaardelijk vrijgekomen uit de gevangenis. Ah, de gevangenis, ja. En heb je daar een documentje van, of het een of het ander? Ja, momentje. Ja. Dus dat de gevangenis. Ja. Kan. Ja. Zo, alsjeblieft. Dank je wel. Ja. Ja, ik zat gisteren dus nog vast. Ja, dan zat je vast, hè, ja. Oké. Okay. Zou ik misschien mogen weten waar het over gaat? Gewoon routineonderzoek. Ja. Sorry voor het storen. Kom. Geen probleem. Dag. Goeiedag. Goed. Is wel een gevangene, Lotte? Ex-gevangene. Zou je kunnen zien? Hey, kom. Zeg, we hebben een tip gekregen over de gecarjacked auto. Hè. Uh-huh. Die stond geparkeerd aan het station. Ja, en ze hebben nu maskers erin achtergelaten. Alright. Een zebra en een ezel. Ja. Maar we hebben geen vingerafdrukken in de auto gevonden, dus. Nee, dat had ik ook al gezien op de bewakingsbeelden. Ze hebben handschoenen aan. Maar sowieso stuurt die maskers eerst naar het labo. Kunnen ze DNA-onderzoek doen? Ja, ja. Zeg, zie eens wat ik hier gevonden heb. Dat is een tattoo, of hè? Ja, 2 ringen en een datum. Oké, 26 maart 2006 of 2008, zoiets? Ik denk 2008. Ja. En 2 letters, B en C. Dat zullen initialen zijn, hè? Ja, BNC, dat is een koppel, hè. Getrouwd in 2008. Ja. Ja, dus we zoeken een man en een vrouw. Mm-hmm. Nou, dat is tegenwoordig niet meer zo zeker, hè. Nee, dat is waar. Maar we zoeken wel iemand die zijn naam begint met een B en een ander die zijn naam begint met een C. Mm-hmm. En? Gewoon al nieuws? Wel, een van de telefoonnummers die leidt ons bij een zekere Poncelet. Ex-gevangene heeft een jaar vastgezeten, gewapende overval en bendevorming. All right, dan hebben we op zijn minst toch al één van die daders. Mm. Ja, nee, want die kerel in de alibi. Die zat nog vast tijdens die plofkraak en is pas deze morgen vrijgekomen. Dat kan wel zijn, maar hoe dan ook hebben we die zijn telefoonnummer wel teruggevonden in de vluchtauto, hè? Misschien is je Poncelet wel het brein achter die plofkraak. Dan breng je hem dan naar hier voor ondervraging? Ja, daar hadden wij ook al aan gedacht, maar we hebben ook nog een ander idee.
We hebben weliswaar zijn telefoonnummer gevonden in de vluchtauto. En dat zou een reden genoeg zijn om hem te verhoren. Maar volgens ons gaat hem zich verschuilen achter zijn alibi. Ja. Wat stel je dan voor? Ah, wel, we hebben zijn Facebookpagina eens bekeken. Mm-hmm. Deze. Die crimineel mijn Facebookpagina? Dat hebben ze allemaal, hè, chef. Die mannen doen niks liever dan stoeven. Nu, hij heeft hier een post geplaatst en hij zoekt een personal trainer. Ja, hij wil spieren kweken en zijn conditie op peil brengen, want hij heeft al lang stilgezeten. Ja, die heeft in de bak gezeten natuurlijk. En volgens ons zit een ideale kandidaat hier op het bureau. Je moet eens zien op wat voor type dat dan valt. Blondjes. Jonge blondjes. Fleur. Voilà. Zij zou hem in de val kunnen lokken. En dan praat hij hopelijk zijn mond voorbij. Oké, maar met Koen als backup. Nu, één ding is wel zeker. Die Poncelet kan onmogelijk die plofkraak zelf hebben gedaan. Maar we zijn nu al een spoor ontvolgen die ons naar één van de mogelijke daders kan leiden. Ja, op de bewakingsbeelden hebben we gezien dat een van de daders een tatoeage heeft. En dat zijn we nu aan het onderzoeken. Oké, maar zorg dat die zak zo snel mogelijk van de baan is. Mm-hmm. Oké. Een hondje. Ja. Hallo. Hallo. Dat is thuis. Jij bent gesteld, gaat alles? Ik denk het wel, ja. Oké. Okay. Zeg ik niet, sportcoach? Test. 1-2, 1-2, okay. Test. Ja, ja, super, ja? Super. Wacht, hè. Op en neer, links, rechts. Floor, ik zou niet te veel op en neer gaan. Oeh. Ah ja. Ja, maar het is maar gewoon, als die micro loskomt en je ziet dat. Ja, maar dat is gevaarlijk, hè. Goed, ik ga die wel even laten zweten, hè. Allee. Ja, maar, zeg gewoon voorzichtig, Floor, oké? Okay? Ja. Ja, maar serieus, die mens is gekend voor echt heel zwaar feiten. Ja. Oké? Okay? Ja. Nee, vergeet uw attribuut niet. Nee. Hey, dag. Erika. Dag Erika. Kom gerust binnen. Wees welkom, Erika. Kom. U bent meneer Poncelet? Ja, klopt. Maar zeg maar Alex, Erika. Zeg maar Alex. Oké. Okay. Kom binnen. Sorry, hè. Welkom. Oké, okay, we zijn vertrokken, hè. Het is langs daar, Erika. Ja. Ga maar. Amai, zeg. Wat doe jij allemaal mee? Ik heb wat extra spullen meegenomen. En die bal. Ja, u zult wel zien. Zeg, Erika, heb jij ook een landkaart mee? Landkaart? Ik ben zo in die prachtige ogen van u aan het verdwalen. Ja, maar je ziet er ook geen gras over groeien. Ja, nee. Maar ik kan u wel de weg wijzen naar een gezonder leven. Hè? Hm. Heeft u een fitnessruimte? Oh, ik dacht dat hier gewoon in de living te doen. Als het oké is voor u. Ja, tuurlijk. Sporten kan overal. Hè? Oké, goed. Ga maar daar staan. Hm. Onthoud, rechte rug. Goed door de benen zakken. Hm. En als opwarming zullen we dan de salontafel tillen. Hm? Ah, ja. Floor, ik heb nog gezegd dat je niet te veel mocht bewegen. Amazing. Zo streng. Zo heb ik het graag. En 1 en 2 en... Heppa. Oké, okay, kom maar. Patrick. Nou heb ik wat meegemokt. Oei, Gonda, vertel. Ik ben bijna overvallen geweest. Bijna? Ja. Mag
mankeerde niks. Ik heb wel zeer in mijn naald. Ik heb je een echte patat gegeven, hè, Patrick. Oei, oei, oei. Zeg, en kun je de dader of daders beschrijven? Het zal wel zijn. Isse, ik heb er een foto van. Deze, twee clowns. Je kent die gast? Dan gaan we mee naar de commissaris gaan. Dat dacht ik ook, ja. Commissaris? Ja? Ons Gonda komt aangifte doen dat ze bijna overvallen is door deze twee clowns. Ja. Zeg dat niet waar is. Ik ken die twee. Patrick, dat zijn die twee die water in mijn gezicht hebben gespoten. Ja, dat is juist. Chef, ik denk dat onze koen ook gelijk heeft als ze hem zegt dat er iets loes aan de hand is met dat circus. Mannetjes. Ik zal die twee eens aanpakken. Hé, rustig jij. Ik kan mij geen misstap permitteren bij de burgemeester. Jij gaat die tent daar helemaal op stelten zetten, jij. Laat Robin en Tom maar gaan. Oké, ik zal ze oproepen, chef. Oké. Gonda, kom jij mee? Beschuldigd van diefstal. Diefstal? Waar? Wanneer? Ja, deze middag tussen 11 en 2 in de winkelstraat. Dat kan niet. Die werden door verschillende slachtoffers herkend, meneer. Ja. En het zijn de mannen van op uw affiche, hè? Ze stonden hier dan in de ring. Ah ja? Wie kan er dat bevestigen, hè, dat alibi? Een honderdtal mensen. We hadden voorstelling. Ah, excuseer. Onder excuses dan. Hè? Sorry, hè? Doe maar verder. Hè? Maar wat een creep. Echt zo'n verschrikkelijke kleffe slijmbal. Ja. Nee, Koen, ik ga dat niet lang kunnen volhouden. Hè? Ja, hij ook niet. Als je deze rol blijft afpeigeren. Ja, waar? Ja, zeg, hij heeft toch niks in de gaten? In de gaten? Die zit in altijd aan mijn poep te staren, hè? Ja, zij toes, hè. Koen. Ja, maar dus serieus? Die gast zit constant complimentjes te maken. Die loopt zot van u. Heb je ook al wat informatie kunnen ontfutselen? Ja, ik probeer dat wat subtiel aan te pakken, maar ja. Subtiel, hier. Zo. Wat is dat? Dat zijn squats, maar... Enfin, chapeau dat je al zo dicht geraakt bent. Het is dicht genoeg. Het is wel de bedoeling dat je hem de volgende keer aan de praat krijgt, hè, Floor. Ja, want als ze zo bezig blijft, die mensen krijgen een attackje, hè. Zit toch maar voorzichtig. Cindy, dit was echt een top idee van u. Ja. En wij slaan hier twee vliegen in één klap, hè. Je gaat dat wel zien. Zeg, denk jij dat Ponselet daar content mee gaat zijn? Dat zal wel moeten, hè. We kunnen hier toch moeilijk met lege handen staan, hè. Ponselet. En waarmee gaat hem content zijn? Hiermee, hè. Dat is allemaal voor u. Dat zal zeker 5000 euro waard zijn. 5000? Ja. En waar is mijn 250.000? Toen dat jij in de gevangenis zat, hadden wij een paar onverwachte uitgaven. Ja. Laat mij raden. Ik geef jullie 250.000 euro in bewaring, omdat ik jullie vertrouw. Oh, maar wij zijn te vertrouwen, en hè? En dan verbrassen jullie dat. Goh, verbrassen, dat is wel een groot woord, hè. We hebben dat geïnvesteerd in kwaliteitsproducten. Huh? Ja, hey, wacht eens. Ah, ja. Oh, schoon. Oh, dat zijn schone schoenen, hè. En dat leer, dat gaat mee voor gans uw leven. Je moet dat eens voelen. Ponselet. Zo zacht. Ik heb mij een chacoche gekocht. Ja, ik had dat echt nodig. Schoon, hè. Ja, maar had jij er 10 nodig? Schat, we gaan die discussie niet meer weer voeren. Hè? Ik ben een moderne vrouw, ik heb mijn basics nodig. Voor bij elk schoolkleedje een schoon chacoche. Ja, maar toch geen 3000 euro het stuk. Allee, oh, ja, hè? Wie koopt er hier een horloge van 3500 euro? Moet en komt nog altijd te laat, hè? Moet ik door de tijd kunnen zeggen? Het is al goed. Ik wil mijn geld. Nu? Ja, maar wij hadden niet gedacht dat jij zo snel ging vrijkomen. Waar is dat geld? In de put. Onder het circus. Ja. In de put. Onder het circus.
Ja, in een put onder een circus, ja. Maar dat circus dat gaat rap weer weg zijn. En dat geld daar in die put onder dat circus. Ja. Waar komt dat vandaan? Wij hebben een plofkraakje gedaan. Een plofkraakje? Ja. Ja. Wanneer? Zondag, hè? Ja. Zondag. Daarom dat de politie dus maandagochtend aan mijn deur stond om te vragen waar dat ik zondag was. Hoe kan dat? Ja, dat vraag ik mij dus ook af, ja. Dat kan ook toeval zijn, hè? Toeval? Het is daarom dat ze ons al aan elkaar aan het linken zijn. Luister, hè. Ik geef jullie alle twee 3 dagen om mijn geld terug te geven. En geen seconde meer. 3 dagen? Met een beetje chance heb ik morgen al. Moest dat echt? We moeten ons onderzoek toch kunnen voeren. Weet dat ik de burgemeester ingelicht heb over uw onderzoek. Maar, excusez. Roger Berkmans? Commissaris, de burgemeester hier. Ik had net de circusdirecteur aan de lijn. Die was niet content. Luister, ik wil niet dat jullie daar nog gaan storen. Je laat het circus met rust, verstaan? Natuurlijk, burgemeester, dat komt in orde. Is mislukt. Ah, die clowns die komen weg met diefstallen, ja. En die tent die staat er ook nog altijd. Ja, Penny, dat zie ik ook wel, hè. We zullen een zware middelen moeten inzetten. Oh, weer springstof. Maar nee, kalf. We zullen eens wat spektakel aan de show toevoegen. Spektakel. Penny. Ja. Oh, kom aan, Penny. Van alle twee zo moeten zijn, dat is straf dat, hè. Ja, dat is plezant, hè, toch? Jo, ja. Zeg, het is niet fout, hè, vij een verdachte diefstal om te geven. Ja, Stafje, ik denk dat een diefstal altijd verdacht is. Luister het namelijk goed, alle twee. Ik kwam van doo af van de bakker. Als ik naar de bakker ga, dan is dat altijd zacht en rond 2 uur. Hè. En weet je van wat? Ha, dat moet je niet onschoven, ja. En weet je wat ook is? Wat dat veel mensen niet weten, hè? Dat zijn de koffiekoeken op hun beste. Hè. En dan door ronde Suisses. Ja, krokant. Stafje, die koffiekoeken, hebben die iets te maken met een diefstal? Of? Nee, manneke, maar mijn ondergoed is gepikt. Uw ondergoed? Jo, mijn kuisjes, mijn onderlefjes, mijn calzons. Wat, hè? Mijn onderbroeken, hè. Witte. Maar daar was ook een grauze boa en een blauw. Maar Stafje, wie pikt nu zoiets? Ja, maar wat, zijn er sporen van inbraak? Hoe manneke met een halve wasdrood is gepikt. Oh. Allee, kom, moet ik eens heen, kom. Is ze, voilà. Dan moet ik nou verdrijven. Dat is kapot, hè. Ja, Stafje, dat lijkt me eerder vandalisme dan diefstal, hè. Vandalisme, meneer, hè. Ja. Allee, nou, maar kijk maar één onderbroek niet meer. Ja, en Hobby, moet je dat niet meenemen als bewasmateriaal? Oh, we gaan er eerst een foto van trekken, Stafje. Oh, dan loop ik dat hangen, hè. Ja, wacht. Allee. Ah, wat, hè? Wat? Kijk eens. Zeg, wat is dat? Dat is kaka, hè. Dat zie je toch. Kaka? Ja. Maar dan toch wel van een heel groot beest. En nou, hoe komt dat heden? Bon, allez, goed. Zeg, Hobby, wacht, hè. Bewasmateriaal, hè. Niet vergeten, hè, joh. Alsjeblieft. Stafje, salukjes. Jo, dag, hè. Ik laat het weten, hè. Ja, bedankt voor het komen, hè. Allee, nou. Moet ik dat echt opzetten? Je weet zeker niet hoe warm dat is. Misschien niet, we hadden wel afgesproken dat jij de leeuw ging zijn, hè. Oh, ja. Misschien niet, de leeuw kruipt wel.
Allee, brult een keer. Vanuit een buik als in die roar. Een keer rond. Allee, Benny, kom jong. We gaan gewoon die tickets verkopen. Dames en heren, ik presenteer u Leeuweke en Ikke. Leeuweke en Ikke hebben goed nieuws. De tickets voor het circus zijn vandaag te koop aan -50%. Ja. Wie wil er allemaal een ticketje? Handen omhoog, handen omhoog, handen omhoog. Oh, meneer, ja. Jose, ik ben er klaar voor. Ja. Maar ik hoop echt dat het de laatste keer is. Ja, Flo. Oh, nee, Koen, ik voel me echt niet op mijn gemak bij die gast. Doe liever politiewerk in uniforms, hè. Ja, dat verstaat, maar allee, is voor de job, hè. Ja, ik weet het. Allee, succes, hè. Obi, jong. Kon jij je schoen niet wat beter afkuisen? Delta 2-10 voor dispatch. Begeef u naar het veld van FC Bekelaar. Er zijn problemen aan dan. Over. Oei. Problemen? Wat voor problemen juist? Daar heb ik geen verdere info over. Over. Ja, oké, okay, we gaan erop af. Over. Goed gedaan. Ja, dank u. Oké. Ja, ze hebben me ook valse circustickets verkocht. En wie heeft die aan u verkocht, meneer? Dat was een leeuwentemmer en een leeuw. Ja, mij dus ook. Hè. Ik heb er voor heel mijn familie gekocht. Ja, maar wat is dadelijk aan maar u? Maar we mochten niet binnen. Ze zijn vals. Wat ik wat is deze? Dat kan niet, hè. Ik ga dat uitzoeken. Ja. Uw naam is mee, Johan. Ja, die is ontsnapt uit het circus, hè. Ja, Obi-jong, ik denk dat we onze dieven hebben gevonden, hè. Mijn stafjes zijn ondergoed. Maar zeg, iets anders dan mannen? Die gasten hier die willen hier verder shotten, maar wij krijgen daar geen beweging in, ze. Dat beest is loodzwaar, dat gaat geen kant op. Heb jij die onderbroek nog van een stafje? Ja. Kom, geef eens. Ja, jongens, dat is bewijsmateriaal, hè. Allee, kom, geef hier. Mannen, blijft staan, hè. Nu gaan we wat zien. Oké, makker. Allee! Goed zo, Ben. Zeg maar, zie eens. Dat touw dat is precies gesaboteerd. Nou ja, dat is precies doorgesneden. Wat raar, hè? Krijg je er warm van? Krijg je er ook zo warm van? Het is inderdaad wel wat warm, ja. Is dat toch van dat sporten? Coterie, hè? Je mocht gaan liggen, hè? Gaan liggen? Ja. Ja, met plezier. Mooi, jij zegt zo stijf dat ik al ben. Van die paar squats. Ja? Oh, wat je boeit vooruit. Ik kom er straks bij. Lig je toch, hè? Ja. Ik kom er direct aan. Oh, ja. Ik ben er helemaal gereed voor. Ja? Ligt het goed? Oh, ja. Ik lig ja? Goed. Alles is goed? Wat is dat dan? Zeg, is dat dat doortje of wat is dat hier? Je mag je benen plooien. Benen plooien, ja. Ja. Kom eens, we gaan sit-ups doen. Sit-ups? Ja. Oh. Kom aan, hè. En 1. Oh. En 2. Oh. Kom aan. En 3. Oh. En rust. Oh. Ja, wat de Erika. Jullie hebben Hippolyte teruggevonden. Oh, fantastisch. Goed. Kom maar mee. Ik zal jullie tonen waar hij naartoe moet. Kom. Kom. Oh, fantastisch. Goed. Kom, Hippolyte. 7, 8 en 9. Gaat het? Ja, het gaat. Ja. Maar nu is het echt wel genoeg geweest met die bal. Voilà. Allee, moet niet zo snel opgeven. Erikaatje, ik kan niet meer. Hoeveel is het?
25 euro. Liefst kaszeker? Als dat kan, graag. Ja. Ja, mijn bank is tijdelijk gesloten. Oh? Heb je dat niet gehoord van die plofkraak? Nee, nee, daar weet ik niks van. Allee, jong, die neel automatisch bekend uit de muur gevlogen. Ja, ze zijn met een onderzoek bezig, maar ja, zolang dat loopt, kan ik dus niet aan mijn geld. Amai, zeg. Wie doet er nu zoiets? Ja, dat vraag ik mij ook af. Slimme kerels, zeker. Slim. Ja, maar dat is keisnel gebeurd. Nee, serieus. Ja, die zijn met al dat geld gaan lopen en er is geen enkel spoor naar de daders. Hoe weet jij dat allemaal? Mijn bank heeft mij daarover ingelicht. Ja, ik hoop dat dat snel opgelost geraakt. Oh. Erikaatje, ik kan ervoor zorgen dat jij al je centjes terugkrijgt. Ga jij gaan praten met die daders of wat? Oh, maar ik kan goed voor je zorgen, hoor, meisje. En niet alleen op het financiële vlak, maar je weet dat ik ook wel goed. Wat is dat hier? Is dat een microotje? Nee. Zijn jij een flik of wat? Wil jij met erin luizen? Rustig, ponseleid. Er staat een collega van mij voor de deur. Godverdomme. Kom, weg! Een zwarte Mercedes en E-klas. Nummerplaat. Dat heb ik niet kunnen zien, chef. Ik ben nu van in die Flemingstraat richting Dottelstraat op rijden. Dat moet alle ploegen naar daar vliegen. Oké, ik stuur zoveel mogelijk volk de baan op. Patrick, Patrick. Geen spoor van die zwarte Mercedes, dus we gaan nog eens in de T-cel richting rijden over. Wij hebben ook nog niks gezien over. Kom op, mannen, niet opgeven, we blijven zoeken, kom op. Nee, nee, zullen wij richting centrum rijden over? Voor zijn ding. Die gordijnen ook. Kom. Wie is dat? Een agent. Wat? Ja, die werkt undercover. Hier zie. Daar heb ik op haar gevonden. Afluisterapparatuur. Ja. Die wou mij linken aan die plofkraak. Ja, en dan breng je die naar hier, of wat? Chance dat onze Dylan nog op kamp is. Luister dan, mannetjes. Door jullie geprut zit ik in de miserie en jij gaat me dat helpen oplossen. Begrepen? Jij, pak daar eens een stoel. Kom, kom, zet die tafel weg. Ja, zeker. Rustig. Moet jij een kussentje hebben? Oh, kom weg, idioot. En wat ga je er nu mee doen? Ga je die vermoorden of wat? Nee, nee, toch. Nee, 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 dat kan ik niet. Je bent een beetje verliefd. Klein beetje. Oh, schoon, hè? Zeg, en jij? We hebben niks, hè? We hebben niks. Koen, we hebben aanwijzingen en die zijn we aan het volgen. We staan nergens. Hè? Stop met je eigen zot. Robin en Tom moeten die auto opsporen. Is dat signalement al doorgegeven? Ja, dat is doorgegeven, chef. Ja, en Obi en Patrick die moeten dat huis ondersteboven halen. Hè? Misschien zitten daar clues. Weet jij iets meer, Koen? Ja, nee, dat microken dat werkte niet naar behoren. Er zat veel ruis op en ja, ik had gewoon veel rapper moeten binnengaan, zo simpel is. Koen, je hebt gedaan wat je kon, hè? Dat is niet waar. Floor is meegepakt en dat is mijn fout. Besef je dat? Dat is mijn schuld, hè? Wat is... We moeten ons blijven focussen op die plofkraak. Die plofkraak? Dan meegaan we Floor terug hebben, Erik. De kans is heel groot dat je Ponceled er iets mee te maken heeft. Ja, hoe ver staan jullie in dat onderzoek? Ah, wel, we hebben die bewakingsbeelden bekeken van die winkelstraat. En daarop is heel duidelijk te zien dat een van die clowns exact dezelfde tattoo heeft op zijn pols als die een ezel van die plofkraak. Ja, en wij gaan nu die leeuw en die leeuwentemmer checken, want volgens ons gaat dat gewoon om hetzelfde duo. Ja, die daders die willen heel duidelijk het circus in discrediet brengen. De vraag is vooral waarom.
De burgemeester kan er niet mee lachen, hè. Ik moet toch van die valse tickets gaan uitleggen aan de circusdirecteur. Zeg, Emma, circusdirecteur. Floor is weg, hè, chef? Koen, die plofkraak, die dader, Sponsolet, dat circus heeft allemaal met elkaar te maken. Zit, dat weet ik wel, maar daarmee hebben Floor nog altijd niet terug, hè. Als wij een spoor vinden naar die plofkraakdieven, dan leidt ons dat sowieso naar die Sponsolet. Manneke, zorg dat die zaak zo snel mogelijk opgelost is. Als Floor dit overkomt, hè. Die heeft wel ons gezichten gezien, hè? Die weet wel van alles nu, hè? We moeten die zwijgen opleggen. We geloven dat alles aan elkaar gelinkt is. Ook de ontvoering van Floor? Ja, burgemeester. De clowns, de leeuwentemmer, de leeuw zijn nu topprioriteit in ons onderzoek. Dat is goed. Het circus kan ondertussen toch gewoon doorgaan. Luister, directeur. Ik zal de gedupeerden die een vals ticket kochten compenseren. Ze mogen gratis komen kijken. Ik betaal wel. Dank u wel, burgemeester. Wat is dat? Dat kan niet. Die lampen zijn extra beveiligd. Die kunnen nooit vallen. Directeur. Die moer die zit normaal op die vijs. Zo. Veiligheid is onze prioriteit. Dat bestaat niet. Dat sabotage dan? Ik heb daar straks een sms ontvangen. Kijk maar. Als het circus niet direct vertrekt, zullen er nog meer ongelukken gebeuren. Dat is een bedreiging. Maar waarom in godsnaam? Zo kunnen we niet verder werken. Oké. Je kunt die shows niet zomaar afgelasten, hè? Je krijgt politiebewaking. En jij, commissaris, zorgt dat hier geen ongelukken gebeuren, verstaan? Ik zet er een paar teams op en die gaan het circus bewaken. Er gaat niks meer gebeuren, burgemeester. Tom en ik zullen hier de pisten in de gaten houden en gaat jullie in de ingang staan. Allee, mannen, sorry, maar deze kan toch niet. Floor die is ontvoerd en wij staan hier dat circus te bewaken. Ik wil je die mee gaan zoeken, hè. Zit je daar mee in? Allee, wie weet waar die zit? Ja, orders zijn orders, hè, Femke. Oké, okay, goed. Kom. Stoor, zeg. Ga je het, Koen? Ja, nee, hè. Ik wil de baan op. Ik wil Floor wel zoeken, zeg. Ja, daar zijn we mee bezig. Nee, we zijn bezig met beelden te bekijken van een stomme leeuw en een stomme leeuwentemmer. Je ziet die man nu in polsen, als hij moest zijn tattoo hebben, net als bedekt. Dat is geen avans deze. Koen, elk detail kan van belang zijn, dus kom aan, focus. Het gaat lang. Zet nog eens op van in het begin, kom. Oké. Gaat het? Robin, kun jij snel de hulpdiensten nog bellen? Bravo 210 voor dispatch, ASAP ambulance gevraagd op onze locatie in de tent over. Welkom. Volhouden, meneer. Ze gaan er snel zijn. Oké, okay, alles oké? Okay? Dat touw lijkt doorgesneden, hè? Meent het? Ja. Wat is er gebeurd? Is hij zwaar gewond? Dat weten we nog niet, maar we hebben voor alle zekerheid een ambulance gebeld. Wat is dat hier allemaal? Ik heb daar straks weer een sms gekregen. Hier. Lees maar. Als het circus niet vertrekt, gaat ook u eraan. En artiesten die sneuvelen. Nog een doodsbedreiging. Ik heb er genoeg van. We stoppen ermee. Ik doek het circus op. Mannekes, de circusartiest ligt met verschillende breuken in de kliniek. En de directeur die wordt met de dood bedreigd. Dus we moeten onderzoeken wie die sms'jes verstuurt. En de ontvoerder van Floor die heeft daar iets mee te maken. Hè? En wel, het is daarom dat wij juist wel die circusshow willen laten doorgaan. Oh ja, en waarom?
Omdat die daders dat circus kost wat kost willen saboteren. Om god weet welke reden willen die niet dat die show doorgaat. Dus als we die show juist wel laten doorgaan, dan kunnen we die mannen uit hun tent lokken en kunnen we ze waarschijnlijk op heterdaad betrappen. Mannetjes, en de veiligheid? De lampen vallen daar van het plafond. Wat als er ongelukken gebeuren tijdens de show? Ja, wel, ik vrees dat dat een risico is dat we moeten pakken als we Floor willen kunnen terugvinden. Ja. We hebben ook nog van alles nieuws. Koen heeft op de bewakingsbeelden gezien dat die leeuwentemmer ook een tatoeage heeft. Ja, ja, gelijk als die ezel en die clown. Nee, 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 dat is van de ezel, dat is van de leeuwentemmer. Dat is een barcode met een naam op. En een nummer. En je nummer, dat is een geboortedatum. Ik ken dat, want ik heb ook zo'n tattoo. Mag je zien? Oh, nee, nee, ik kan dat niet aan iedereen laten zien. Dus, we hebben een naam, Dylan, een geboortedatum, de initialen B en C en een huwelijksdatum. Als wij al die gegevens samen in een database steken, dan gaan we sowieso een link vinden. Dan gaan we die daders vinden en waarschijnlijk ook Flora, ja. Oké, okay, vlieg op die database en schakelt Koen en Lotte in. Allee, en goed werk, hè. Alex. Alsjeblieft, laat mij gaan. Laat mij gaan. Ik heb nog geen moord op je strafblad staan. Oh, wie zegt er dat ik me ga laten pakken? Nee, 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 nee. Van het moment dat ik die 250.000 euro heb, ben ik er vandoor. En niemand dat me nog gaat terugvinden. Maar waarom zou je dit doen? Dit heeft echt geen zin. Je kunt mij ergens afdroppen, hè? Geblinddoekt of zo? Van de eerste keer dat ik u zag, moest ik u hebben. Waarom zou ik u nu dan laten gaan? Hè? Nee, 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 nee. Jij wordt veel te nieuwsgierig. Je moest alles weten van mij, hè? Ja, maar nu dat je alles weet, nu heb je schrik, hè? Nee, ik heb helemaal geen schrik van u. Ik was smoor op u van het eerste moment dat ik u zag. Ik heb dat nog niet vaak meegemaakt. Ik ook niet. Vlinders en al. Ja, ik wou het u direct zeggen, maar mijn collega's waren aan het meeluisteren, dus... Maar hoe kan ik u ooit nog vertrouwen? Je hebt tegen mij gelogen. Alex, ik wil u. Ik wil bij u zijn. Ik ook. Oh. Oh, ik weet het niet. Ach, ik weet het niet. Ach. Penny. Geld, meneer de directeur. Nee, misselijk. En draaien. De helft van onze groep is ziek. Ja, dat is waarschijnlijk een voedselvergiftiging, niet? Ja. Zeg, wat heb jij niet in eten gedraaid? We wilden niet weten. Want die gaan de komende dagen niet meer kunnen jongleren zonder in hun broek te doen. Mannetjes. Nu weet je het niet meer. Van de burgemeester moet het circus open blijven omdat het te veel geld gekost heeft. Van Erik en Brigitte omdat het noodzakelijk is voor het onderzoek. Maar er zijn bijna geen artiesten meer. Commissaris, wij kunnen die artiesten toch vervangen? Ja, ik zie u aan de trapeze hangen. Dat moet nu niet, maar kan ik wel de krachtpatser van het circus zijn of zo, hè? Ja, en ik kan iets met dieren doen, hè, zeg je. Femke, Femke, Femke. Wij zijn agenten, geen clowns. Ja, maar chef, we moeten toch iets doen? Allee, ik zou zelfs mijn kop in de muil van de leeuw steken, hè, als ik Floor daarmee kan redden. Ja. Ja, je hebt gelijk. Zoals dat ze dat in Amerika zeggen, the show must go forward. Kom. The show must go forward. Die weten echt van geen ophouden. Moeten ze pakken op hun zwakke plek. Zijn die dat niet gehoord? Die gaan ons wel in de val lokken. Zullen ze wel voor zijn. Als dat publiek er is, zullen wij een show geven om nooit te vergeten. Ja. Huh? Wij laten gewoon heel die tent instorten. Ay, kom. Dylan of Dylan? Dylan, lekker. We hebben hem, Koen. Dylan Beukelaars. Vader Benny Beukelaars, moeder Cindy Kastelein. BNC, dat klopt al, hè? Ja. Gehuwd 26 maart 2008. Ja, dat is hetzelfde. Heb je een adres van? Kom. Ja, adres Groenstraat 25. Kom, hup, we zijn weg. Ja. Ik pak de Barry. Kom, Lotteke. Wacht, Koen, de Erik en Brigitte nog verwittigen. Koen! Koen! Ach, Erik.
schattig. Het zou zo spijtig zijn om... Toch. Ik mag niet. Ik kan niet... Oh, Erika. Ik heb eens lopen nadenken. Wat denkt jij? Zouden wij een schoon koppel zijn? Ik wil je een tweede kans geven, Erika. Ik wil je ook, Alex. Sorry dat ik tegen u gelogen heb. Wat is die auto van Ponselet? Oké. Dispatch van Alpha 110. Wij zijn ter plaatse en de wagen van Ponselet staat hier. Stuurversterking. Tot ik kom, joh. Koen, we wachten op backup. Floor zit al binnen misschien, hè? Gaat een Barry niet meepakken of wat? Wij moeten naar binnen, Lotte. Koen, wij blijven hier wachten op de backup, oké? Ik ga wel moeten stoppen bij de politie. Tuurlijk. Direct. Ik kies voor u. Ik wil u, Alex. We gaan er samen vandoor met Gerrit. Oh, Alex, dit is echt een droom die voor mij uitkomt. Ik ga vuilen met Rieger. Zo liegen tegen mij. Alsjeblieft niet. We hadden een schoolkoppel kunnen zijn. Spijtig. Heel spijtig. Koen. Koen, dit is Floor aan het burgen. Ik ga die deur opdoen, Lotte. Ja, Koen. Ça va? Hey, we hebben nu, hè. Ça va? Ja, ik had je nooit alleen mogen laten met je pols. Dat was veel te gevaarlijk. Sorry, echt wel. Ik kon er niks aan. Ja, maar... Koen. Flo. Hey, kom, we gaan erachter in. We zijn hier weggevlucht. Kom. Oké. Zo, is een ambulance al gebeld? Nee. Dispatcheer Charlie 710. Ik ga dan Barry al nog even te zien voor een spoor. Floor, de gas pakken, oké? Komt allemaal goed, hè? En? Ik kan langs daar weg, langs Hinder, langs daar. Ik kan overal naartoe. Zoek eens. Oh, Floor. Oh my, ik ben blij dat ik je terug zie. Ça va? Ja? En heb ze hem? Ze is weer kunnen ontsnappen. Maar het belangrijkste is, Floor... Jij bent gered. Gaat dat een beetje? Ja, zo van. Het zou er geen seconde later moeten zijn. Zijn er nog iets te weten gekomen van die Ponselet? Ja, dat die twee daders hem €250.000 moeten. Vandaar die plofkraak. Ja, en dat klonk alsof dat ze iets verprutst hadden of zo. Maar wat heeft dat eigenlijk allemaal met dat circus te maken? Want dat is dan nog het laatste puzzelstukje. Hè? Bon, in ieder geval, Floor nu... Chef, nee. Nee, dat ga ik niet doen. Wat? Nou, je gaat mij op verlof sturen. Floor, je hebt rust nodig. Ik wil die Ponselet meepakken. Zolang dat teen er is, ga ik niet rusten. Floor, jij gaat nu rusten en ik duld geen tegenspraak. Welkom. Ja, fantastisch. Welkom. Zie mij hier nu staan. Ik haat clowns. Wil je nu stoppen met zeuren? Een clown die moet lachen. Allee, lach een keer. Dan ga je eens langs de mensen. Welkom. Ja, zeker. Twee zoeken we. Probeer het even opvallend. Ja, dan lach. Ja, in orde. Perfect. Ja, in orde. Ja. Geniet van de voorstelling. Ja, is goed. Ken ik u niet van ergens? Komt u soms naar de mis? Oh, nee, wacht. Meneer Pastoor, ik ben Brigitte. Ja. Ja. Allee, ga doen. Ik had u niet herkend. Geniet van de voorstelling. Hallo. Ja, ja. Kaartjes. Ja, goed zo. Alsjeblieft, geniet van de voorstelling. Ja. Voilà, sa chef. Patrick, dat is toch veel te groot. Maar nee, en als u een buik maar hangen, dan past het perfect, hè? Ah, commissaris. Gefeliciteerd met de goede afloop voor Floor. Maar we zijn er nog lang niet, burgemeester. Denk je dat je de daders hier gaat vatten dan? Het is onze enigste kans. Maar je gaat de toeschouwers niet in gevaar brengen, hè? Maar
Laat dat aan ons over, burgemeester. Ik stel voor, ga tussen het publiek zitten en geniet van de show. Komt die mij nog een beetje zenuwachtiger maken dan dat ik al ben? Wat zit jij hier ook te maken? Het zal hier wel ergens een rookmachine zijn, zeker? Moet ik wel grip hebben met zo'n zware gewichten, hè? Voilà, Sekoen. Dat is voor u. Wat is dat? Ah, dat is uw kostuum. Lotte, kan dat doen ik het niet aan. Zijn er niks anders? Maar, Koen, we hebben allemaal een kostuum aan. Het is voor de kindjes, dat moet geloofwaardig zijn. En dat gaat keischoon bij je ogen. Dat zijn precies de draperie van ons meter, zeg nu. Hè. Maar ik weet wel iemand anders dat hem graag verkleedt. En met die grondankers. Ja. Chef, we mogen het publiek niet langer laten wachten. Patrick, je weet dat ik uw geschrift amper kan lezen. Wat is de lijst met de acties die ik moet aankondigen? Ja, hier, wat is dat? 2. Sterkste man ter wereld. Gewoon doen, gewoon aankondigen. Ja, maar hoe doe je zoiets? Chef, het is toch niet de eerste keer dat je mensen toespreekt? Ja, Patrick, over diefstalpreventie. Dat is juist hetzelfde. Doe het wat ludieker, doe het wat luchtiger en dan gaat het wel lukken. Denkt u? Kom maar, Roger. Het circus gaat beginnen. Wie is dat? Die politiecommissaris. Oh nee, die hebben dat direct overgepakt, of wat? Dan moeten we weg, hè? Nee, we moeten eerst dat geld hebben. Kom, maar, doe voort. Benny? Ja, graag uw applaus voor het goed. Een cookie en de slimste hond ter wereld, Barry. Dames en heren, dankjewel. Ja, ja. Jullie zien hier voor jullie de enige echte, ongelooflijke, fantastische, slimme hond, de Barry. Jullie weten het waarschijnlijk niet, want jullie denken maar dat is maar een hond. Maar Barry is een wiskundig genie zelfs. Hij heeft een diploma gehaald op de Universiteit van Uppsala. Ja, misschien minder bekend, maar toch wel een zeer gerenommeerde universiteit. Ik zal het eventjes demonstreren voor jullie. Kom eens. Echt, ja, kijk, kom. Hop. Hier, dik, hier. Ja, hop, hop. Zit. Ja. Dat gaat er niet lukken, hè. Ik heb een ander idee. Dames en heren, ik zal het eventjes demonstreren aan de hand van een eenvoudig rekensommetje. Kijk goed, Barry, opletten. 3 - 2 is gelijk aan... Barry? Ja, 1. Alsjeblieft, kan je applaus geven. Ja. Ik klim naar de hoek van de tent en ik draai daar een paar wijzen los. En een iets moeilijkere rekensom. Hoeveel is de vierkantswortel van 49, lieve mensen? 7. Inderdaad, dat klopt. Dat is 7. En Barry, speciaal voor u, 7 - 6 is gelijk aan Barry. Asri, 1, Asri, dan weer. Ja. Baba. Chef, Cindy en Benny zijn niet langs de hoofdingang naar binnen gekomen. Nee, we hebben echt iedereen gecontroleerd. We hebben ook alle rijen nog eens gedubbelcheckt. Ze zitten niet in de circustent. Zeg me, zou het niet kunnen dat die zich ook verkleed hebben? Doorzoek het circusterrein en het woonwagenpark. Ja. En we wapen een keer naar de mensen. Dag mensen. Shit, daar is iemand. Niks, hè? Vogels zijn gevlogen. Hey, dames en heren, hij is van ijzer. Wat zeg ik? Hij is van staal. Wat zeg ik? Hij is van gewapend beton. Hij is de sterkste man ter wereld. Hier is Robinski.
Wat jullie nu te zien gaan krijgen, heb je nog nooit meegemaakt. Want dit hier zijn de best getrainde eenden van de ganse wereld. En beginnen doen we met de hula hoop. Oké. We gaan een goede aanloop nemen. Kom maar. En spring! Oh. Poging 2. Ben je klaar voor? Ja. En... spring! Laat. Oké. Goed. Nu gaat het gebeuren. En spring! Ja! En dan nu, dames en heren, trillen en beven met Tomai en Carlotta. Deze keer echt niet laten ontsnappen. En dames en heren, nu is het tijd voor veel abra, abracadabra met Moby en Carlotta. Ik zie dat hij even niet kijkt. Benny, politie. Tegen die tint. Achteruit, tegen die tint. En rustig blijven, hè, Benny? Kunt geen kant uit. Omdraaien, armen en benen spreiden. En geen gekke dingen doen, hè, Benny? Geen gekke dingen doen. Voor de volgende act hebben wij een vrijwilliger nodig. Iemand die zich geroepen voelt. Benny, omdraaien. Benny, nee! Benny!
Brigitte, wacht. We kunnen dat niet achteraan gaan. Als heel die tent in paniek schiet. Langs voor, langs voor. Langs voor. En verwittig de chef. Benny is in de tent gekropen. Ik herhaal, Benny is in de tent. Oké. Laat de volkspot op hem richten. Ja, meneer daar, die wil vrijwilliger zijn, toch? Meneer, komt u maar naar hier. Komt u maar naar hier. Geef hem een daverend applaus. Geef hem een daverend applaus. Komt u maar, meneer. Komt u maar. Ja, voilà. Meneer, wat is uw naam? Benny. Benny! Benny. Benny. Applaus voor Benny. Benny, de act die wij gaan doen is levensgevaarlijk. Dus moest het zijn dat er iets misgaat, wie mogen wij dan contacteren? Mijn vrouw. Cindy. Zijn vrouw Cindy! Voilà, neemt u maar plaats in de kist, Benny. Kom. Niet bang zijn. Uw hoofd. Voilà. Ziezo. Uw handen mag je hier nog doorsteken. Voilà. Lig je goed, Benny? Ja. Benny, dames en heren. Oké. Oké. Wat is Cindy hier in de nok? Er zit voor Patrick. Oké, okay, goed. Laat ze daar maar zitten. Ik kan daar niet weg, maar houd ze goed in de ogen. Nee. Nee, niet doen. Shh, Benny, mooi stil blijven. Robin, Tom, dat is iets voor jullie. Red haar, zorg dat niemand iets ziet. Ça va, Benny? Ça va, mijn Benny? Maar dat kunnen wij helaas alleen doen als zijn partner Cindy verschijnt. Pak mijn hand. Hey, pak mijn hand. Cindy. Benny. Zijn vrouw Cindy. Zo, dames en heren. Dit was het voor vanavond. U was een fantastisch publiek. Tot volgende keer. Commissaris Proficiat, je hebt die show in goede banen geleid. En de daders van de plofkraak gevat. Oh, en op zo'n spectaculaire manier. Oh, wat een stunt, zeg. Zeg, en het publiek had niks door, nee, hè? Nee, nee. Oh, nog eens proficiat. Dank u, burgemeester. Alsjeblieft, zet mij terug in elkaar. Dat is nu toch wel spijtig, hè? Maar wij zijn onze magie opeens kwijtgeraakt. Ja, maar je moet niet bang zijn, hè. Uw beide delen gaan naar de gevangenis. Uw bovenste sturen naar de gevangenis van Antwerpen en uw onderste naar die van Brugge. Dat geld. Al dat geld. Zet mijn Benny alsjeblieft terug in elkaar. Nee. Je gaat toch moeten kiezen, hè. Allee, met wie gaat er naar de gevangenis gaan? De onderkant?
De bovenkant kan ook, hè? Sydney! Baby! Oh. Ik zal u elke dag schrijven! Commissaris? Ik heb het gevoel dat we nog niet klaar zijn. Ken ik u niet van ergens? Wat is het? Zijn jullie blij om mij te zien, of wat? Ik dacht, voor onze tweede date stel ik u meteen voor aan mijn collega's. Hè? En zeggen dat ik u nog volledig zag zitten. Maar ik zie ik u nog altijd zitten. In de bak.